had wat aanvragen gehad om muziek te tekenen. Nou, hoe je dat doet, ik had geen idee. En toen ben ik deze schetsjes gaan maken. Ik teken dus een hart met zo'n koptelefoon op. En wat muziekbalken daardoorheen. En waar je dan mee begint is met een dikke vette markerstift. En dan teken je eerst gewoon een hartje. Heel simpel. Aan de zijkant van dat hartje teken ik dus die oordoppen van die hoofdtelefoon. Koptelefoon moet ik zeggen. Nou, er zitten natuurlijk van die steunen aan. Die dus zeg maar echt die oordoppen aan elkaar verbinden. Zo. En dat hartje moet er echt wel vet uitspringen. Dus ik doe eventjes extra zwarte, bredere randen maken. Dat ik echt een beetje, een beetje 3D hartje-achtig heb. Hier ook aan de onderkant ietsje dikker maken. Dus dat het hartje goed eruit springt. En dan van die naden erin. Van die kussens, zeg maar, van die koptelefoon. Nou, dat is dus dan je opzet. En als je dat gedaan hebt, dan neem je een fineliner. Dus een smallere, kleinere viltstift. En wat ik dan eerst doe, is van die lichtstukken erin tekenen. Maar die teken ik eigenlijk gelijk een beetje in de vorm van een gezicht. Dus twee als het ware wenkbrauwen die heel vrolijk staan en een vrolijke mond. Maar dat worden dus gewoon van die lichtvlakken. En wat dan heel belangrijk is, dat is zo'n, zo'n muziekgolf, zo'n geluidstrillingsgolf. Teken je dus eerst zo'n grillige lijn erin. En wat dan belangrijk is, is dat je dus een tweede lijn ernaast tekent. Want die lijn zelf moet dus min of meer wit blijven. Dus dubbele lijn erin tekenen. Nou, hoe teken je nog meer muziek? Dus toen dacht ik van, muziekbalken erin. En die muziekbalken die hebben altijd 5 lijntjes. En ik wil dat ze dus golvend lopen, dus zeg maar op de ritme van de muziek. Die muziekbalk die loopt dus door achter dat hartje langs. Je ziet ook dat ik ze zeg maar hier bijvoorbeeld naar boven laat afkrullen, maar hoe je zeg maar de muziekbalken zelf wil maken, moet je zelf weten. Je kunt ze alle kanten op laten gaan die je maar wil. Ik teken ook wat van die dwarslijnen erin. Van die muziekmaten, zeg maar. En ja, eentje is ook maar alleen. Dus ik maak er nog één in. En dan zie je dus hier, net raken ze elkaar. En daardoor lijkt het dus dat ze golven. Dan teken ik hem verder. Dus je kan ook een beetje trapsgewijs kun je ze maken. Dus, maar dan wel echt wel zorgen dat je dan 5 lijntjes hebt. Dus dat het echt wel muziekbalken lijken. Hier stopt hij dan. Zo. Ja, nou als je dat dan hebt staan, zeg maar, die muziekbalken, dan kun je er dus allerlei muzieknoten in tekenen. Hier teken ik de G-sleutel. Dat is zo'n pianosleutel, zeg maar. En dan kun je gewoon, naar je eigen hartelust, gewoon allerlei muzieknoten erin tekenen. Ze mogen ook van de notenbalk afvliegen natuurlijk, ze mogen alle kanten op gaan. Hier 1 met 3. Ik
vind die met die vlaggetjes eraan het leukste altijd. Dus gewoon naar willekeur noten erin tekenen. Nou, dan heb je je schets dus helemaal staan, zeg maar. En dan kun je hem dus heel leuk in gaan kleuren. En ik teken dus net eventjes langs die geluidgolf, teken ik op dat die wit blijft. En ook dus die twee wenkbrauwachtige glimmers en dat mondje. Dus daar teken ik langs op. Ik kleur hem in met potlood. Maar dat kan dus ook perfect met viltstift. En net onder dat golfje, die muziekgolf, doe ik een beetje blauw erbij. Dat die goed eruit springt. En dan kun je nog met zo'n gele markerstift kun je er overheen. Dan wordt die lekker fel, zeg maar. Oké, dan de koptelefoon. Die kun je natuurlijk net zo inkleuren ook als je wil. Ik vind die met groen en wit altijd wel erg leuk. Dus ik hoef dan eigenlijk alleen maar een klein beetje groen erbij te zetten. En dan nog een klein beetje blauw. Dat die echt lekker, het moet echt zo'n fel gekleurde koptelefoon moet het worden. En als je nou wil dat die muziekbalken er heel mooi uitkomen, dan kun je daartussen net eventjes een klein beetje blauw erin tekenen. Ik vond het best wel lastig, want hoe teken je nou muziek en of de liefde voor muziek? Iedereen is gek op muziek, ik tenminste, ik vind het helemaal geweldig. De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder muziek. Muziek is gewoon heel, heel belangrijk en heel erg leuk. Nou, ik ga even mijn naam nog erin tekenen. En ik hoop dat jullie hem gaan maken natuurlijk. En hopelijk tot gauw in een van mijn andere films. Succes en groetjes van Lieneke. Doeg!